Hey, Manifestation Junkies. Welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Ik loop hier in de fucking kou. Maar het is wel heel mooi. Alles is wit. Betekent wel dat ik helemaal ingepakt ben en een sjaal bij mijn microfoon heb. Ik ga proberen om zo goed mogelijk het geluid te beschermen. Het kan zijn dat je wat kraak hoort vandaag. Oké, voor we verder gaan. Ik moet mijn handschoenen nu aandoen. Anders kon ik niet op het knopje record duwen. Maar het gaat niet meer lang duren of... Mijn vingers vriezen eraf, dus ik ga ze nu aandoen. Moment. En dan gaan wij het eens hebben over iets super, super, super waardevols, super belangrijks. En dat meen ik heel serieus. En ik wil even een update geven met betrekking tot alles rondom Six Figure Academy, Seven Figure Mastermind, Bali Retreat. Want de laatste weken, als je de podcast hebt gevolgd, heb je meegekregen dat het allemaal... op een fantastische manier samen is gekomen. Alles klikte. Ik heb het dus ook allemaal gelijk uitgegooid. En ik vind het zo tof om te zien dat de aanmeldingen binnenstromen. Voor Bali, voor de Six Figure Cat. En wat me ook echt opviel, dat is nog even een extra reminder. De groep voor de Six Figure Academy VIP... heb ik verder heel weinig over gedeeld. Ik heb maar één groep daarvoor gecreëerd om daar echt een exclusieve, daar iets exclusiefs van te maken. Waar dus ook een andere vorm van coaching bij zit. Ja, meer daarover check eventjes via de link in mijn bio. Alle info via Instagram dus of via de website. Kun je alle info checken, kun je ook nog aanmelden. Want zoals ik al eerder heb gezegd, als je je aanmeldt voor 31 december 2022 en je blijkt een match te zijn, krijg je nu... dit hele traject voor echt een mega pilotprijs. En ik geloof dat ik nog nooit voor een lancering zo vaak te horen heb gekregen. Dat mensen zeiden, mijn god, wat een no-brainer. Natuurlijk ben ik in. En exact die ondernemers. En niet alleen de ondernemers die dit dus op waarde kunnen schatten. Maar ook echt die ondernemers waarvan ik had gehoopt dat ze ja zouden zeggen. Die zeggen nu ja. En... dit maakt dat, dit voor mij, los van dat ik het zo tof vind dat de aanmeldingen binnenstromen, dat dit nu al zo vervullend is. Omdat ik weet tot welke hoogtes we samen kunnen stijgen. Hoe epic dit gaat worden en hoe transformerend 2023 gaat zijn. Er gaan zoveel, oh my god, er gaan zoveel successen gecreëerd worden. Er gaat zoveel transformatie plaatsvinden. Identity shifts, six figure, seven figure businesses die uit de grond gestampt worden. Vanuit fun and ease, op een fijne manier, vol vrijheid. Jongens, dit is what it's about, where it's about, why. Ja, waarom we hier zijn, waarom je dit verlangen hebt. Het wordt gewoon het jaar van het realiseren van je verlangen. Het wordt gewoon het jaar van het realiseren van je verlangen. En het feit dat ik die gids mag zijn is fantastisch. En op korte termijn gaat het plaatsvinden. Middels het Bali Retreat al. Waar ook echt zo'n fantastische aanmeldingen voor binnenkomen. Ik heb vandaag, dus zondag nu dat ik deze podcast opneem, mail eruit gaan. Van meer dan de helft van de plekken zijn al weg. Inmiddels zijn er nog meer binnengekomen. Nog niet iedereen heb ik teruggemaild dat ze een plek hebben. Dat heb ik ook... aangekondigd van tevoren. Voor alles wat ik nu lanceer gaat wel ook echt een selectie plaatsvinden. En het moet 100% kloppen op alle vlakken. Zowel qua business als qua energie. Want dit zijn trajecten waarbij ik langer en closer samen ga werken. Bij de retreat is dan all in gedurende een kortere tijd. Maar daar gelden dezelfde voorwaarden voor. Het moet gewoon kloppen. Het moet gewoon epic worden. Want dan is het ook gewoon echt... oh my god, dan haal je er het maximale uit. En ik kan me nog herinneren, ook al lijkt het nu heel lang geleden. 2019, toen ik dat deed. Bij de retreat naar... voor mij persoonlijk als coach is dit echt misschien wel een van de allervetste dingen die ik mag doen in mijn business. Dus dat eventjes als update. Mocht je er nog bij willen zijn, weet dan dat er nog een paar plekken zijn. Alle info check je via de link in mijn bio op Instagram dus of via de website. Als je er graag bij wil zijn, dan roep ik je wel op om niet te lang te wachten. En ik weet het, het klinkt als een mooi verkooptrucje, dat is het niet. Want het is wel echt vol is vol. Dus voel je hem? Heb je er zin in? Wil je 2020 echt... oh my god, 2020 zeg ik wat erg, 2023. Jouw beste jaar tot nu toe maken op alle vlakken. Dan meld je aan en kies datgene wat het beste bij jou past. Ga alle informatie doornemen. Kijk ook of je een match bent. Want ik denk dat ik vrij...
duidelijk dat aangeven ook in de video's die ik daarvoor heb gemaakt. Dus alsjeblieft neem ook even de tijd om die goed te luisteren en alles te laten binnenkomen. En zorg dan dat je erbij bent. Alright, dan gaan we nu door met iets wat naar boven kwam. Ik hoop echt dat er niet te veel kraken is. Nogmaals, nu alvast sorry daarvoor. Ik zal de microfoon even vasthouden. Iets wat naar boven kwam tijdens een gesprek dat ik had afgelopen... wanneer was dat? Afgelopen donderdag belde ik met Yvonne Lagewaard. We hebben heel lang samen de Business Buddies podcast gedaan, waarbij we één keer per week standaard podcasten. Uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om hiermee te stoppen. In ieder geval tijdelijk, omdat we echt even zelf andere prioriteiten hadden. Er zijn allebei mama, allebei twee kindjes. En daarnaast runnen we een eigen business. Dus, maar we hebben wel zelf contact gehouden. Wel wat minder, maar we hebben gewoon zelf contact gehouden. Nou, afgelopen donderdag belden we dus. En ik ga heel even continu checken trouwens of de dingen doorloopt. De dictafoon. Omdat de vorige week toen ik buiten liep, hield hij ermee op van de kou. Dus ik wil even checken dat het geluid het blijft doen. Oké, nou vorige week waren we aan het bellen. En toen besprak zij verschillende dingen die zij leerde in een business coaches traject wat ze volgt. En toen zegt zij iets wat ik me nooit, dat ging over mij, wat ik me nooit... van mezelf op die manier gerealiseerd heb. Maar ik zie nu wel in hoe ontzettend belangrijk dat is. En hoezeer ik dat dus van nature gedaan heb. En ik wil dit delen omdat dit iets is wat een enorm verschil gaat maken in het realiseren van je verlangen. Ik pak hem even breed, want dit is namelijk, als je dit niet hebt, de nummer 1 reden waarom je je omzetdoel niet behaalt. Het is de nummer 1 reden waarom je niet afvalt. Het is letterlijk de nummer 1 reden waarom het niet lukt op een fijne manier wat jij wil creëren, wat jij wil behalen. Oké, wat zij namelijk zegt is, en dat is iets wat voor mij ook een waarheid is, maar dat is altijd een automatisch ding geweest. Dat is dus het verschil. Een omzetdoel alleen doet heel weinig. Ik pak even dit voorbeeld, want daar hadden we het over. Een omzetdoel alleen, puur een gelddoel, hè, een doel van een ton, dat doet heel weinig. En dat is ook zo, daar zit geen gevoel bij. Puur het geld, daar zit geen gevoel bij. Waar het gevoel bij komt en hoe de wet van aantrekking pas voor je gaat werken. Want het is extreem belangrijk. Ik teach dit ook altijd in de masterclasses, alles wat ik doe op het gebied van de wet van aantrekking. Dit is zo ontzettend belangrijk. Het hebben van een verlangen dat super concreet is en vervolgens heel sterk je why helder hebben. En Yvonne sprak toen over het belang van het hebben van een burning desire. En ik doe dat altijd automatisch. Hè? Dan hoor ik iets en dan gaat automatisch mijn mind naar hoe is dat voor mij. Dat is een automatisch ding. Dus wat ik voelde, we hadden het net over het feit dat ik dus naar Bali ga. Dat we 5 weken naar Bali gaan vanaf januari met het gezin. En dat ik ook dat combineer met een retreat. En dat was een burning desire. En het Bali retreat creëren, lanceren is easy, omdat het gekoppeld is aan een burning desire. Een burning desire ligt hieraan ten grondslag. Snap je wat ik bedoel? Dit gaat niet over een bepaald omzetdoel halen. Nee, dit gaat over de big why. De big why. De big why is, ik vind het fantastisch om dit te kunnen doen met mijn gezin. Ik vind het fantastisch om dit te kunnen doen en alles te kunnen betalen. Omdat ik mijn business zo heb kunnen creëren, zo succesvol heb kunnen maken, dat ik dat allemaal kan. En vervolgens zat er ook nog een big why om familie, close familie, die graag mee zou willen, om die ook mee te kunnen nemen. Misschien dat ook wel gaat gebeuren. Dingen zijn nog niet helemaal zeker, dus ik ga daar nu nog niet officieel iets over delen. Maar meer om dat te kunnen doen, om op een punt te kunnen zijn in mijn business. Te kunnen zeggen van, oké, is prima, kom maar. Ik betaal alles, laten we dit doen. Wat een fantastische ervaring. En alleen het feit, ik spreek dat nu uit, hè, maar dat is al die tijd zo'n verlangen geweest. En ik kan een big smile erover praten, maar dat is bij alles wat ik doe. Het gaat nooit, ik deel dat vaker, het gaat nooit om het geld. Er zit altijd een burning desire achter. En geld volgt automatisch. Op het moment dat het verlangen zo sterk is, maar ook je why zo sterk. Dat is dat burning, dat stukje burning desire. Dat hebben echt van een burning desire.
dan ga je er ook vol voor. Dan is niet lukken. Hè, dan is niet lukken is geen optie. Dan is dat je waarheid. Dan is dat je basis. Dan opereer je ook vanuit daar. Maar dan lukken dingen ook. Je realiseert het ook. Je bereikt je verlangens. Het kan niet anders. Je bereikt je doelen. Het kan niet anders dan succesvol zijn. Omdat het klopt. Er zit een gevoel achter. En de wet van aantrekking reageert alleen maar op gevoel, gevoel, gevoel. En hoe sterker jij het verlangen kan maken, hoe sterker het desire. En hoe meer emotie, positieve emotie, daaraan gekoppeld zit, hoe sneller en hoe vervullender de manifestatie zal plaatsvinden. Punt. En dit is iets wat ik dus altijd teach. Maar wat ik ook altijd automatisch heb gedaan. Behalve in het begin. En dat is ook interessant om te benoemen. Toen zag ik het verschil. Ik denk ook dat dat een van de redenen is geweest waarom ik zo lang... Maar zo lang is overdreven, maar waarom het een soort van out of reach is geweest. Of zo voelde als zo'n big thing. In het begin, toen mijn verlangen nog was... als ik toch ooit bij tot een ton kom? Nee, maar dan ben ik er. Hè. Dat heb ik een tijdje gehad. Ik dacht van, dat is echt het ultieme gevoel van succes. Maar dat stukje bij alles wat je doet, nu ook bijvoorbeeld... Als ik zeg van, mijn verlangen, voor volgende verlangen was 1 miljoen... Dat ging nooit om het bedrag. Het ging altijd om de persoonlijke groei, maar ook de vrijheid. En wat ik dan kan doen en de middelen die ik heb om te investeren. Als zijn vriend wil stoppen met zijn baankandidaat. We kunnen met de kids op reis. Dat is het verlangen gewoon. En daar wordt nu iets van gerealiseerd. Maar dat is, en dat klinkt heel stom, maar het is natuurlijk logisch dat dit lukt. Omdat het verlangen zo sterk is. En het klopt gewoon. Die big why, die klopt gewoon. Dat is trouwens heel erg leuk. We zijn echt... misschien wel 100 mensen aan het schaatsen hier en aan het sleeën. Het is echt prachtig om te zien. Als je me volgt op Instagram, ik zal zo meteen even een foto maken. Het is echt prachtig. Maar dat, het hebben van een burning desire. Het belang, het cruciale belang van het hebben van een burning desire. Ik wil dat je dat realiseert. En dat nu, als jij een verlangen hebt voor een 6-figure business, een 7-figure business. Of wat je dan ook maar wil. Of dat jij wil afvallen, een bepaald gewichtsdoel. Waarom wil je dat? Wat is het verlangen achter het verlangen en wat is dus jouw burning desire? Want dat is cruciaal voor het aantrekken ervan. Dan gaat de wet van aantrekking voor je werken. Waarom wil je het? Als er geen sterke emotie aan gekoppeld is, wordt manifesteren een uitdaging. En het is niet de bedoeling dat het zwaar voelt. Het is niet de bedoeling dat je het idee hebt dat je moet trekken. Het is echt de bedoeling. Dit zijn niet enkel mooie woorden, maar het is de bedoeling dat het lukt. En dat het niet gepaard gaat met die enorme struggle. Alsjeblieft neem dat van me aan en gun jezelf om dit als waarheid aan te nemen. Maar het hebben van een burning desire en dus het verlangen zo sterk hebben dat het voelt als niet lukken is geen optie en ik ga er alles voor doen om het te creëren, want ik wil het zo graag. En vervolgens weet je ook, de wet van aantrekking zal zijn werk doen voor me. Want dit is hoe het werkt. Dit is hoe het altijd werkt. Dit is hoe de wet van aantrekking werkt. 24/7. Always. Voor iedereen. En dus ook voor mij. Want dit is het stukje het vertrouwen hebben in het grotere geheel dat het zo werkt. Als je echt in de wet van aantrekking gelooft, dan moet dit een zekerheidje voor je zijn. En dan weet je dus, mijn taak is het om mijn burning desire helder te krijgen. En echt daarop te gaan focussen. En dat ook bijvoorbeeld als vision board te hebben. Weet je, als je het ook hebt. Dat is ook een heel sterk stuk dat ik gisteren zag. Als jij geld op je vision board plakt. Het woord geld. Of ik wil op een tijdschriftcover staan. Of ik wil, weet ik niet. Ik wil meer vrijheid. Of ik wil financiële vrijheid. Nee, maar wat is dat voor jou? Concreet, hoeveel geld? En waarom wil je dat geld? Want jij wil wat met dat geld doen. En dat zijn de plaatjes die je wil verzamelen. Want daar zit de emotie op. En dat is dus wat je gaat realiseren. Het gaat nooit om het geld aan zich, want daar zit geen emotie aan. Of tenminste, voor de meeste mensen is daar geen emotie aan gekoppeld. Geld is geld. Maar wat je met dat geld kan doen, wat jij wil doen, wat je wil realiseren, dat burning desire, het verlangen achter het verlangen. Dat is waar je op wil focussen als jij iemand bent die vision boards maakt. En ik doe dat op Pinterest bijvoorbeeld, als ik plaatjes verzamel. Dan focus heel concreet op de dingen die je wil. En zij zei ook in die clip die ik op Instagram zag, maak het ook extreem concreet en ook waarom. Dus die emotie, die is zo belangrijk, die emotie eraan gekoppeld is. Toen ik aan het focussen was op het huis dat ik wilde manifesteren, echt die emotie van wat voel ik als ik daar ben? Wat voel ik als ik in mijn werkkamer zit? Waar kijk ik op uit? En dat, oh man, ik kan nu nog die momenten terughalen. Als ik mijn ogen sluit en ik ga dat gevoel, kan ik nog terughalen in mijn buik gewoon.
En datzelfde geldt nu dat ik uitkijk dat we die reis kunnen gaan maken met het gezin. Dit is gewoon een droom die uitkomt. En dit is het. Dit is hoe de wet van aantrekking werkt. En dit is geen uitzondering. Die werkt altijd. Overal. 24/7. Op elk moment. Voor iedereen. Maar jij moet hem wel voor je laten werken. En dat doe je door een verlangen te hebben. En vervolgens heel sterk het verlangen achter het verlangen helder te hebben. Jouw burning desire. En hoe sterker de emotie, hoe sneller je het zult manifesteren. En ook hoe vervullender het zal voelen. Hoe groter het zal zijn. Alright, you got this. Dit kan echt wel eens de nummer 1 reden zijn waarom je niet verder komt. Dit kan huge zijn. Ik hoop ook echt dat je hem op die manier luistert, dat hij binnenkomt. Oké, ik ga hem afronden in de hoop dat het geluid helemaal goed is gegaan. Ik ben zo blij. Dit is voor mij ook, dit is zo mooi. Misschien kan ik die nog even benoemen. Nu, met het hele Bali retreat. Hè. Ik zoom niet in voor zo'n retreat bijvoorbeeld. Hè. Een bepaalde aantal mensen of een bepaalde omzet die ik wil halen, nooit. Het gaat om het gevoel dat ik wil hebben, dat ik voor me zie. Dat heb ik heel sterk ook nu bij dit retreat. Hoe het voelt om daar te zijn met zo'n groep mensen en samen naar een nieuw level te stijgen en dikke vette doorbraken te realiseren. Als coach voelt dat zo ontzettend vervullend. Ik heb nu al een big smile op mijn gezicht omdat ik weet welke mensen al meegaan en wat dit gaat creëren. Welke doorbraken gaan plaatsen, dat weet ik gewoon. Dat doet Bali, maar dat doet vervolgens ook gewoon een aantal dagen uit je normale omgeving all in gaan met een groep like-minded people. Dat is gewoon wat dit met je doet. Dat heb ik van Tony Robbins geleerd. Dat zei hij, bij alles wat ik doe, zegt hij qua events en dergelijke, doe minimaal 4 dagen. Want dat is wat het doet als je all in gaat uit je normale omgeving een aantal dagen achter elkaar. Dan vindt er echt transformatie plaats. En dat heb ik toen ervaren bij hem. En die is me zo bijgebleven. En toen organiseerde ik het Bali retreat. En toen zag ik het effect daarvan. Ja, dit is gewoon huge. Dit is gewoon epic. Dus dat gewoon, dat doe ik dus met het Bali retreat. Maar vervolgens doe ik dat ook met de Six Figure Academy. Met de 7-figure mastermind. Gewoon volgend jaar wordt voor mij ook persoonlijk. Hè, wordt weer een enorme. Letterlijk het uitkomen van een manifestatie. En dan zit het vooral op welke ondernemers ik mag helpen. En aan welk level ik ze mag helpen. Hoe diep we kunnen gaan. En hoe groot de transformaties kunnen zijn. Ik heb het al vaker benoemd. Maar er is niets waar ik als coach meer van aanga dan het resultaat van een ander. En iedere keer als mij gevraagd wordt van ja, dit is op zijn minst wat ik kan doen om je te bedanken voor al je gratis content, al je waarde, al je fantastische trainingen, alles wat je voor me doet. Ik zeg jouw resultaat, dat is het allergrootste cadeautje dat je mij kan geven. En dat meen ik uit de grond van mijn hart, daar is de emotie aan gekoppeld. Dat is voor mij het burning desire. En dat uit zich op nu verschillende manieren. Hè, nu ga ik het op verschillende manieren vormgeven, voor verschillende ondernemers ook, op verschillende levels. Maar uiteindelijk zit daar de vervulling voor mij als coach natuurlijk ook in. Wie mag ik helpen en tot welke enorme hoogtes gaan we stijgen? En dit, weet je, dit gaat voor jou als je erbij bent, gaat dit een fantastische ervaring zijn. Maar voor mij gaat dit net zo goed een fantastische ervaring zijn. Want het mogen zijn van een mentor in dat hele stuk. Dit is epic. Dit is een droom die uitkomt gewoon. En ik doe dit al jaren, maar volgend jaar voelt het als weer een stap next level. Zo voelt het echt. 2023 wordt fantastisch op alle vlakken. En ook nu met alle spannende dingen die ik kan doen met mijn teamuitbreiding. Betekent ook gewoon weer dat er meer kan worden neergezet. Ook al weet ik ook, er gaat eerst een periode plaatsvinden van inwerken en elkaar vinden en dat. Maar toch, het zijn zo'n fantastische stappen. Ook dat is weer het verlangen achter het verlangen. Het burning desire. Mijn burning desire van het kunnen maken van impact. En het kunnen transformeren van heel veel levens. Dat zit daarachter. En ook dat wordt met een groter team makkelijker gerealiseerd. Niet lukken is geen optie. En die wil ik dat jij voelt. Want dat gaat alles voor je veranderen. In je ondernemerschap, maar ook in je persoonlijke leven. Waarom wil je wat je wil? Wat is je verlangen achter het verlangen? Wat is jouw burning desire? Ik ben trouwens, nu ik dit zo deel, hè, zou je dit alsjeblieft met me willen delen? En het lijkt me ook heel erg tof als je deze podcast deelt met jouw burning desire erbij. Dat we elkaar ook kunnen inspireren. Wat is jouw verlangen achter het verlangen? Waarom wil je wat je wil? Hoe mooi is het? Hoe vet is het als je iets leest van een ander dat je denkt van, oh wat tof, ja dat wil ik ook. Wat doet dat weer met jouw imagination en wat jij kunt creëren? Dus bij deze een oproepje, het lijkt me echt heel tof als je dat wil doen. Deel deze aflevering, tag mij en deel ook
je number one burning desire. En dan ga ik het weer reposten en kunnen we elkaar inspireren. Oh, dit lijkt me echt heel tof. Oké, ik ga nu mijn mond houden in de hoop dat de geluidsopname helemaal goed is gegaan. Nogmaals een oproepje. Als je een hell yes voelt of het tof lijkt om deel te nemen aan een van de trajecten, check eventjes alle info. Kijk ook even of jij een aanleiding van de video, dat vind ik even heel belangrijk, een aanleiding van de video. Of je denkt dat je een match bent. Vervolgens kun je een vragenlijst invullen. En kom ik zo snel mogelijk bij je terug om te kijken of je daadwerkelijk een match bent. Alright, want dit wordt fantastisch! Ah! Mijn oortje valt uit. Ik ga hem nu afronden. Dank je voor het luisteren. Deel deze aflevering. Let me know wat jouw burning desire is. En ik spreek je heel snel. Doei doei!